Op verschillende plaatsen in ons land zijn nog houtzagerijen te vinden. Dat is niets bijzonders. En het komt ook wel voor dat het afvalhout er verstookt wordt. Maar dat dat hout dient voor het opstoken van het vuur onder een stoomketel is een unicum. En dat is het geval in de enige stoomhoutzagerij van ons land die zich bevindt in de Gelderse Achterhoek. De fabriek werd gesticht in 1914 en viert dit jaar dus een diamanten jubileum. De zogenaamde liggende stoommachine uit 1897 werd destijds overgenomen van een steenfabriek en heeft door de jaren heen feilloos dienst gedaan. De gesmeerd lopende machine van 80 pk drijft een vliegwiel aan dat op zijn beurt een as aan het draaien brengt die door de hele fabriek loopt. Via riemoverbrenging worden vervolgens alle apparaten in de zagerij in beweging gebracht. De zagerij, die maar 11 man personeel heeft, verwerkt voornamelijk eikenhout dat betrokken wordt uit Nederland of uit het dichtbijgelegen Duitse gebied. De stammen, waarvan de dikte varieert van 20 tot 80 centimeter, worden op twee manieren gezaagd. Hier gebeurt dat in het horizontaal zaagraam. In het verticaal zaagraam kunnen, afhankelijk van de gewenste plankdikte, tot 18 zagen worden gezet. Deze in tal van opzichten bijzonder interessante stoomhoutzagerij vervaardigt in hoofdzaak zogenaamd bestekhout. Voorname afnemers zijn de provinciale waterstaat en monumentenzorg, dat met name veel hout gebruikt voor de restauratie van molens.